Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Fijn dat je luistert. Je mag Gods woord overdenken en je gebed uitspreken. Jouw overdenking voor 17 november. Vergeving. De manier om de deur voor de vijand te sluiten. Het Bijbelvers voor vandaag staat in 2 Korintiërs 2 vers 10 en 11. Als u hem vergeeft, doe ik het ook. En als ik hem iets te vergeven heb, doe ik het omwille van u, ten overstaan van Christus. We moeten er namelijk voor oppassen dat Satan ons niet gebruikt. Zijn plannen kennen we maar al te goed. Vergeving helpt ons omdat het God de ruimte geeft om zijn werk in ons te doen. Ik ben gelukkiger en voel mij fysiek beter wanneer ik niet vol zit met het gif van onvergevingsgezindheid. Ernstige ziektes kunnen zich ontwikkelen als gevolg van de druk en stress die bitterheid, wrok en onvergevingsgezindheid veroorzaken. De Vader kan onze zonden niet vergeven als we anderen niet vergeven. En we oogsten wat we zaaien. Zie Matteüs 6 vers 14 en 15 en Galaten 6 vers 7 en 8. Zaai genade en je zult genade oogsten. Zaai oordeel en je zult oordeel oogsten. Door de genade van God in je leven moet je vergeven om de deur van je hart open te houden voor de Heer. Onvergevingsgezindheid geeft de duivel een voet tussen de deur die hij nodig heeft om een bolwerk te creëren. Als hij een bolwerk heeft, dan kan hij de invloed van de Heilige Geest tegenhouden. Als je vergeeft, zorgt het ervoor dat de vijand geen voordeel op je kan behalen en is er geen belemmering in je relatie met God. Je kunt de vijand overwinnen door de kracht van de Heilige Geest als je kiest Gods woord te gehoorzamen. Dus doe jezelf een plezier en vergeef. Als je wilt, bid dan met me mee. Heere God, ik wil de duivel geen voet tussen de deur in mijn leven geven. Ik wil niet dat er iets is wat tussen mij en u komt te staan. Ik kies ervoor om te vergeven, zodat ik een open relatie met u kan hebben. Amen. Bedankt voor het luisteren. Weet dat God altijd bij je is en je de hele dag door leidt. God zegen en geniet van je dag. Wil je meer tips voor je dagelijkse omgang met God? Meld je dan gratis aan voor de nieuwsbrief via onze website joyce-meyer.nl.